Nou, van harte welkom op het Rode Koper. Kom verder. Ze zijn er maar wat trots op in Ermelo. De grootste stijger van het jaar ziet het harde werken van het hele team beloond worden. Jongens, gefeliciteerd! Hey. En na de toast natuurlijk snel weer aan het werk. Hier is Joris, onze garde-monsieur. Die maakt het gerechtje met kalf. Kalf van Ekelfields. Daarbovenop spuit hij een crème van waterkers. Hij heeft daar een geposeerd kwartelaaitje opgelegd. Ja, het is leuk om zo ver te komen met de jongens. Ze zijn veel met elkaar samen. En uiteindelijk wil je dit toch bereiken met z'n allen. En dat is toch super vet om hier te kunnen staan. Volgens de eigenaar is het een teamprestatie. Vooral omdat het Rode Koper als hotel aan meer moet denken dan alleen het avondeten. Dus ja, nu specifiek op dat culinaire vlak zitten we 3 jaar in een waanzinnige lift. Maar voor je ervaring zitten we 16 jaar al in de lift. Ja, want recentelijk nog kregen ze hun eerste Michelinster. En nu stijgen ze dus ook nog eens enorm op de lijst van lekker. Toch is er niet ineens iets dramatisch veranderd. Het geheim is elke dag je best doen. Wij zitten in een branche wat complex is vanuit de professie van het bereiden van een maaltijd. En wat eenvoudig is in de zin van wees gezond, doe je stinkende best en doe het met een glimlach.